Hallo iedereen, welkom bij een vierde video over motivatie. Dit is een reeks motivatietips. Welkom bij deze reeks motivatietips en dit is nummer 4. En de motivatietip van vandaag is: wees dankbaar voor wat je kan en mag doen. Ik weet het, soms doen we iets leuks en hebben we er opeens even niet zo'n zin meer in. Wordt het een beetje moeten? Of voelt het als een to-do op onze lijst? Of voelt het als nog een klusje, nog iets erbovenop? Maar hoe fijn zou het zijn dat zelfs wanneer je het heel druk hebt, bijvoorbeeld zelfs wanneer er veel moet gebeuren, je jezelf nog steeds, ja, misschien een soort van juicy kan voelen, omdat het gewoon ook heel leuk is wat je allemaal gaat doen. Of misschien wel heel goed voor de wereld. Of misschien toch ook wel jouw privilege dat je überhaupt in de positie bent om dat te kunnen doen. Laat me die laatste toelichten. Ik ben natuurlijk ondernemer en ik heb best ook een tijd gehad dat ik echt gewoon op welvaartsniveau. Dat is niet het woord in Nederlands. Welfare, uitkeringsniveau heb geleefd. En ik dacht toen wel eens bij mezelf: zou ik niet liever misschien wel eigenlijk gewoon echt een uitkering hebben dan? Dan hoef je tenminste niet na te denken over of het gaat lukken deze maand om weer zoiets te verdienen. En hoef je er ook niet zo hard voor te werken. En zou ik dat niet eigenlijk liever hebben dan de hele tijd moeten werken en hard moeten werken en proberen om alle centjes bij elkaar te schrapen? Nou, toen dacht ik daar wat langer over na. Toen dacht ik, oh nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Het is misschien wel minder stressvol. En je hoeft misschien wel niet discipline op te brengen om soms ook de dingen te doen waar je geen zin in hebt. Maar wie zou er nou, eerlijk waar, vraag maar, ik denk aan bijna iedereen met een uitkering, wie zou er nou liever ziek thuis zitten dan naar je werk kunnen gaan? Dat betekent niet dat we altijd jolly naar ons werk gaan. Maar het is ook echt een privilege dat je naar je werk kan. Dat je niet ziek bent. Dat je dat zingevingsaspect in jouw leven hebt, omdat je dat werk mag doen. Dit is een vrij algemene video over motivatie, dus misschien is het voor jou niet werkgerelateerd, maar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gerelateerd, of is het een ander project wat je aan het doen bent. In allerlei gevallen geldt echt: wees blij dat je überhaupt in de mogelijkheid bent om het te doen. Als je ergens een beetje tegenzin bij hebt, betekent het wel dat het blijkbaar iets is wat je kan doen. Tegenzin hebben is in die zin een klein beetje privilege. En bedenk maar eens wat je allemaal mooi vindt aan dat wat je wilt doen. Waarom je doet wat je doet. Misschien wil je iets bijdragen aan de wereld om je heen. Misschien is het toch ook wel heel erg voldoeninggevend wanneer je een creatieproces weet af te ronden en je hebt iets gemaakt. Of misschien doe je het voor een heel specifiek persoon. Misschien doe je het voor jezelf. Misschien dat als je door die initiële fase gaat van even tegenzin hebben, dat je weet dat er eigenlijk iets goeds aan de andere kant ervan ligt. En dat jij überhaupt kan doen wat er nodig is om bij die andere kant te komen, bij de beloning als het ware aan de andere kant, is een beetje jouw, nou, iets om dankbaar voor te zijn. Ik zal even stoppen met het woord privilege gebruiken. Voor mij voelt dat goed om te zeggen: het is geen privilege, of het is geen klusje, het is een privilege. Voor mij werkt dat, maar misschien werkt die taal niet voor jou. Misschien werkt eerder gewoon het voor jou om te zeggen: ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik gezond genoeg ben om dit werk of whatever het maar is wat jij wilt doen, te doen. Dankbaar dat ik de voldoening en de zingeving mag ervaren die daarmee gepaard gaat. Dankbaar dat ik iets mag bijdragen aan de wereld om me heen. Dat ik iets kan bijdragen aan de wereld om me heen. En is dat niet een krachtig tegengif voor misschien wel het gevoel wat jij hebt wanneer je 's ochtends je bed niet uit wil komen? Of het gevoel wat je hebt wanneer je een enge stap moet zetten, een presentatie moet geven voor mensen bijvoorbeeld.
Of wanneer je iets moet doen wat je gewoon heel erg saai vindt. Ah, belastingaangifte. Wat het maar voor jou is. Ja, zelfs een belastingaangifte. Laten we het eens even met z'n allen hardop zeggen. De belasting kunnen aangeven is een soort privilege waar je dankbaar voor kan zijn. Ik word er ook niet blij van, belasting aangeven. Ik heb gelukkig zelf het privilege veroverd dat ik een beetje wat dingen bij elkaar schraap en dat naar mijn boekhouder stuur. Maar zeker, weet je, er zijn ook ik moet denken aan mijn grootouders. Die hebben inmiddels hun financiële administratie overgeheveld aan mijn vader. En dat is echt omdat ze het niet meer kunnen. Dat is echt omdat mijn oma al een hele tijd niet meer dat soort kleine letters leest. Al een hele tijd niet meer in een niet kriebelig handschrift met vaste hand kan schrijven. En dat is echt omdat mijn opa er ook op dit punt van zijn leven geen soep meer van kan maken. Dus wat een privilege om mentaal gezond genoeg te zijn, fysiek genoeg gezond te zijn, vaste hand te hebben, met je ogen te kunnen zien wat je leest. Wat fijn om de belasting te kunnen aangeven. En bij het dragen aan het land waar je in woont. Al jouw belastinggeld mag gaan naar, ja, ook af en toe wat onzin, maar ook vooral heel veel mooie dingen in dit land, zoals gezondheidszorg, gesubsidieerd onderwijs, uitkeringen voor mensen die niet kunnen werken of niet veel kunnen werken. Eigenlijk is het gewoon iets heel moois om je belasting aan te geven. Nou, en zo kan je eigenlijk over allerlei dingen denken die je in je dag moet doen. Waarvan je even denkt van, maar wacht. Wat is er misschien wel heel erg mooi aan? Zijn er mensen die het niet kunnen doen? Of mensen die het niet mogen doen? Waar doe je het voor? Of vroeg ik die al? Dat zijn de vragen die je zelf kan stellen. En waardoor je kan denken, hey, ik dacht dat het iets simpels was, maar dat is het niet. Ik mag dankbaar zijn dat ik dit kan en mag doen. Nou, dat was een heel korte inspiratie, motivatie, tip van mij voor vandaag. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan denken. Laat me gerust weten in een reactie. En dan zie ik jullie heel erg graag bij waarschijnlijk een volgende motivatietip die er binnenkort aankomt. Blijf dankbaar.